Ja, die laatste beelden zijn natuurlijk... Ik vind die laatste beelden altijd heel erg lekker. Ik stel voor dat we ze meteen nog eventjes goed erbij nemen. Die beelden van die hossende fans. Ben ik toch eens benieuwd wat de bondscoach... of die dat normaal gesproken meekrijgt in zo'n... Dit is Hamburg. En daar staat ongelooflijk. Hoe kijk jij daarnaar? Vind je dat het... Ik zou er niet tussen willen staan, eerlijk gezegd. Al die een beetje carnavallen zit natuurlijk en een beetje Elfstedentocht-achtig. Maar ik vind het om zo te zien, vind ik het hartstikke leuk. En ik vind het vooral leuk in het stadion. Als die mensen wel lekker feest vieren, dat vind ik mooi. Kijk, dat ligt er een beetje aan. Hè? Ik weet nog dat mijn voorganger Marco van Basten op het EK 2008, geloof ik. In Bern, hè? Ja. Ja. Die hadden een hotel en daar liepen dezelfde hossende mensen. Na die paar goede overwinningen, die liepen rondom het hotel, de Polonaise. Ja, minder. Ja, nou ja, maar daar word je toch door beïnvloed. Ook positief, maar misschien ook wel negatief. Je kan er ook wel een beetje overmoedig van worden. Hm. Maar ja, dit is natuurlijk een fantastisch beeld. Alleen ik denk dat die spelers zich daar wel redelijk van afsluiten. En Wolfsburg... Maar die beelden gaan wel de hele wereld over. En alle landen die zeggen, daar zijn ze weer. Dus ja. Nederland heeft wat dat betreft wel een naam van. Sfeer was ook heel goed. Ik zag ook inderdaad gewoon dat Polen en Nederlanders door elkaar met elkaar biertjes dronken. En dat het echt gewoon een goede sfeer was. Ja. Behalve, geloof ik, bij Engeland tegen Servië. Ja. Daar ging het weer vol erop. Dus dan zit dat toch een beetje, denk ik, bij de oranje supporters. Maar ik denk ook dat de nieuwe regel, die tot nu toe heel erg goed werkt, ten aanzien van de scheidsrechter. Ja. Dat alleen staat de ook over op het publiek. Ja. Maar even een belangrijke vraag. Gaan we Europees kampioen worden, Bert van Marwijk? Weet je, er staan een aantal landen...